Boeren. 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 Nederlands spreekt Jagos Vukovic nog niet. Maar de PSV-fans zullen hem na deze eerste Nederlandse woordjes wel snel in de armen gaan sluiten. PSV presenteerde vrijdagmiddag zijn nieuwste aanwinst. Het is een jongen die wat wij denken waar heel veel hek in zit. En de constructie die bevalt mij uitstekend. Als club zijn is dit een heel mooi moment om goed kennis te maken met een jonge speler die uit een andere liga komt. De Servische Jeugd International wordt voor één seizoen gehuurd van FK Raad. In de huurovereenkomst zit een optie tot koop. In april kan PSV hem, bij goed functioneren, een 3-jarig contract aanbieden. Ik denk dat hij niet alleen in het centrum kan spelen, maar hij heeft ook de mogelijkheden om als linker vleugelverdediger te spelen. Dus we zullen kijken hoe hij in zijn ontwikkeling de komende maanden zich gaat presenteren. Willy van der Kuijlen overhandigde Vukovic zijn PSV-shirt met rugnummer 5. Wanneer de Serviër voor het eerst in actie zal komen is nog niet duidelijk. Rutte neemt hem in ieder geval niet mee in de selectie voor de eerstvolgende wedstrijd tegen Rode JC. Kan Vukovic thuis alvast een beetje oefenen op zijn Eindhovens? Boeren! 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 Boeren!